Ja, we gaan nu naar de uitzichtpunten. Dit is uitzichtpunt Sunset en Sunrise. Oh, ho, ho, ho. Hier moet je zijn, ladies and gentlemen. Ja, als je je lockdown goed wil doorbrengen. Dit is Suriname! Woo! Oh my god! Naenja, Fred. Naenja. Naenja. Ja, 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 ja. Woo! Als je niet weet waar je moet gaan in de vakantie, en je kan naar hier toe gaan. Kijk hem. Dit is, als je naar beneden kijkt, is het echt steil. Steil naar beneden. Heel erg steil naar beneden. Maar hier kun je eigenlijk genieten. Dit is 100% puur natuur. Als je kijkt in de verte, zie je dan bergen. En Suriname ligt in de Guyana-schil. Dat wil zeggen dat deze. Dit gedeelte van Suriname eigenlijk geen aardbeving ooit heeft, nooit aardbeving zag voorkomen als het hier erg hard is. Het is miljoenen jaren geleden ontstaan. En dit moeten we behouden voor onze kinderen en kindskinderen. Hier hebben wij nu de greenback trokken. Wat we hem greenback noemen. Terug is groen, maar die is je niet zo goed te hebben in dit camera nu. Maar normaal als je in een andere positie zit of een andere stand, dan kan je groen zien. Nu zie je meer blauw.
Waarom maak je dingen donker? Je akko. Even let een black goose beak, mannetje. Je bent mannetje, let een black goose beak. Let een black goose beak, vrouwtje. Zo, daar gaan we weer naar de basecamp. En dan de zakken heb je dan deze touw nodig als ondersteuning. Maar als je flexibel ben, kun je gewoon rustige stappen maken naar de voet van de berg. Het heeft wel geregend, het is een beetje glad, maar het gaat wel. En intussen check Fred of er zeldzame vogels gespot kan worden in de omgeving, en die zullen we allemaal filmen voor jullie. Ja toch, Fred? Dit noemen we een puffbird, dit noemen we een white-chested puffbird. Rustig te kijken naar ons. Puffbird noemen ze in het Nederlands baardkoekoek. Waar ze helemaal niet op baardkoek lijken. Deze maakt een nest ook in de grond. Midden in het bos. In de hol legt hij eitjes op in de grond. Ze hebben nog maar een guan. Vraag haar een stuk op de tak. Wetenschappelijke naam? Weet ik niet, maar dat kunnen we wel makkelijk opzoeken. Maar het Engels naam is Marijuan. Suriname noemt Marij. Maar wetenschappelijk naam is niet zo heel belangrijk. Maar omdat als je die Engelse naam hebt, kan je makkelijk erachter komen. Een beetje opzoeken in dat boek. Twee mannetje. Sorry. Twee vrouwtje. Ja, zit hij weer. Zit die bruine nek. Zijn vrouwtje. Niet een mannetje, is een vrouwtje. Green Arakari. Komt alleen hiervoor?
in de grenen schuurt. Mannetje. Heeft een donkere nek. En wat is ze? Ja, ze heeft zaden, vruchten. Zit nu in de cyclopia boom, bospapaya. De vrucht van die bospapaya eet ze ook. Het is een green arakale vrouwtje. Hoe weet je dat? De vrouwtje heeft een bruine nek. Hier hebben we een green arakari. Een mannetje. Oeh, dat vliegt hij weg. Surinaamse naam? Oké. Een Afsarame? Abi wel, maar Sabin. Ik ken alleen maar de Engelse naam. Endemisch. We hebben endemisch van de Kunis cultuur. Aan het eten.